lijkt zo simpel, hè? Het moederbedrijf van Skoda is ook het moederbedrijf van Seat en Porsche en Audi, Volkswagen. En daar hebben ze een platform ontwikkeld waar elektrische auto's op gebouwd kunnen worden. Het MEB-platform. Vergeet dat, niet boeiend, maar onthoud één ding. Dat platform wordt door al die genoemde automerken gebruikt. En dus ook door Skoda. Alleen nou is het zo dat als het om nieuwe technieken gaat, er een soort hiërarchie is binnen de Volkswagen-groep. Audi heeft de primeur. Daarna komt Porsche met elektrische auto's, de Taycan. Daarna Volkswagen, eind dit jaar bestelbaar, de Volkswagen Neo, mag je ook zeggen. En daarna komen Seat en Skoda aan de beurt. Deze laat nog eventjes op zich wachten. Technisch dus hetzelfde als voornoemde auto's. Een 82 kWh accupakket onder de bodem. Daar kunnen ze gewoon in wisselen. Totaal 306 pk. Dat zijn elektromotoren. Daar kun je er eentje van weglaten. Daar kunnen ze gewoon in wisselen. En uiteindelijk komt die dan, denk ik, over een jaar of twee op de markt. Vermoedelijk ongeveer gelijktijdig met de Seat Elborn. Juist, ja. Deze auto, maar dan van Seat. En dus elektrisch.